Hoe heeft u hier gezeten vanavond? Ik vind het onvoorstelbaar. Of de raadsleden elkaar einde dit jaar nog allemaal een kerstkaart sturen, is nog maar de vraag. Ondertussen zitten de bewoners al ruim een jaar in onzekerheid over de toekomst van hun huis en buurt. Laten we nou niet de chaos nog groter gaan worden. Laten we nou niet de politieke imago van de gemeenteraad nog verder besneuren. Omdat de huizenbezitters al avond aan avond naar ruzie in de gemeenteraadsleden kijken, probeerden Rebin Maref van de VVD en Mark Koenders van coalitiepartij GroenLinks buiten de raadzaal om een meerderheid te vinden om de plannen van de wethouder bij te sturen. Het is gewoon een wassen neus, het hele amendement. Want inderdaad, alles wat daarin staat geeft nog steeds geen garantie voor ons dat die woningen niet worden gesloopt. Het als doorbraak gepresenteerde voorstel blijkt in de raadzaal door elke partij totaal anders te worden opgevat. Maar ja, de interpretatieruimte die ook dit amendement laat, heeft toch weer gezorgd dat er nu al weer verschil van inzicht is tussen de indieners van het amendement. En, ja, en dus de wijk blijft gegijzeld in onzekerheid. En dat is, ik vind het eigenlijk wel stuitend om te zien dat we nu 13 maanden na dato nog steeds in deze onzekerheid verkeren. Fiasco waar we dachten juist een mooie stap te hebben gezet. Een doorbraak, zo werd het ook natuurlijk breed vertaald over de schaapsdrift. Ja, blijkt eigenlijk dat de interpretaties van het hele voorstel zo divers uit elkaar liggen. Dat wat wij in ieder geval beoogden, juist behoud van zoveel mogelijk van die wijk, heldere kaders op het bedrijventerrein in of voor te vivaren. Ja, dan merk je dat GroenLinks met name gewoon weer die wijk open, of in ieder geval dat amendement openbreekt. Alleen als je ziet dat er zo ontzettend verschillend wordt aangekeken en eigenlijk als standpunt over eventueel een vervolgvoorstel wordt aangenomen. Ja, dat is voor ons een brug te ver. Bewoners zijn perplex en na afloop van de vergadering hebben de raadsleden elkaar, maar ook de huizenbezitters, veel uit te leggen. Als we ons houden aan wat op papier is geschreven, dat de bewoners daar akkoord mee zijn, voldoende duidelijk vinden. Ja. Op een gegeven moment werd er ook nee geschud op de publieke tribune dat mensen niet meer met het hele idee eens zijn. Ja, wat gaat er dan mis en welk aandeel heeft u dan zelf gehad? Ik heb net de bewoners gesproken. Die schudden nee vooral over de manier waarop de politiek zich vanavond heeft laten zien. Laten we hopen dat er zo snel mogelijk een plan komt voor de zomer waarin duidelijk staat wat de plannen zijn. En dan kunnen we het concreet goed of afkeuren. En hopelijk komen we dan tot de conclusie dat helemaal niks gesloopt hoeft te worden. En dat we 14, 15 maanden de bewoners misschien wel voor niks in onzekerheid hebben. Eén stukje papier, wat dat zoveel uitleg kan hebben, van verschillende kanten kan worden bekeken. Het is net de Bijbel, hè? Daar ook is uiteraard discussie over. Maar dat is goed om daar inderdaad. Het is altijd goed om een debat daarover te voeren. Wat had ik zelf beter moeten doen? Ik denk een snel cursus mediation volgen. Want echt, de hoeveelheid tijd die je kwijt bent aan omgangsvormen en over allerlei teksten, over vorm. Dat is, als we die energie aandacht zouden steken in de inhoud, dan waren we denk ik vanavond al 10 stappen verder gekomen. Dat betreur ik echt, de manier waarop we dat doen met elkaar.